Dit is de zon zoals we hem kennen. En dit is de zon van heel dichtbij. En daar zijn op dit moment veel van dit soort uitbarstingen. Zonnestormen noem je die. Het zijn geen stormen zoals we op aarde kennen met regen en wind, maar met grote explosies. We draaien nu de oude Dwingelo-telescoop naar de zon toe, zodat we binnenin straks kunnen meemaken dat de zon nog veel meer doet dan alleen licht, warmte en zonnestralen geven. Michiel Brentjens werkt bij een bedrijf dat onderzoek doet naar zonnestormen en wat we daar op aarde van merken. De meeste mensen weten niet dat de zon ook radiostoring geeft. En met de radiotelescoop bewegen we nou over de zon heen. Daar hoor je de zon. Die ruis wordt gemaakt door de zon. En je hoort ook kleine plokjes. Die plokjes, dat zijn kleine explosies op de zon. Door zonnestormen worden er met veel kracht vanaf de zon elektrische deeltjes onze kant op geblazen. Die kunnen op aarde allerlei elektrische apparaten verstoren. Satellieten kunnen zelfs uitvallen, waardoor vliegtuigpiloten niet meer met luchthavens kunnen communiceren. En zo'n 30 jaar geleden kwam een groot deel van Canada zelfs zonder stroom te zitten door een zware zonnestorm. De zonnestorm van nu is veel minder krachtig. Toch kunnen piloten er last van hebben en ook jij merkt er misschien iets van. Er is een hele kleine kans dat GPS, het navigatiesysteem wat in de meeste auto's en telefoons zit, een klein beetje minder nauwkeurig wordt. Dus misschien lijkt je wel even naast de weg te lopen in de loop van de dag en ben je er daarna weer op. Dus vandaag valt het gelukkig allemaal reuze mee. In de toekomst worden meer en zwaardere stormen verwacht, maar ook daar hoef je geen zorgen over te maken. In Nederland houdt het KNMI dat heel goed in de gaten en die waarschuwen ook de scheepvaart, de energiebedrijven en andere belangrijke organisaties voor ruimteweer wat er aan zit te komen. En dan kan ieder van die organisaties op tijd zelf maatregelen nemen. Zo'n zonnestorm kan trouwens ook voor mooie dingen zorgen. Want er is een kans dat je dit natuurverschijnsel daardoor in Nederland kan zien. Het Noorderlicht. Ja, normaal moet je helemaal naar Noorwegen gaan of naar Zweden. Maar als er zo'n storm is hier op aarde, dan kan het ook zijn dat we het Noorderlicht zelfs vanuit Nederland kunnen zien.